Breine klimt van 20-20 naar 32-38. Tom Curry verdedigt schitterend op Hunter, maar hij werkt maar povertjes af. Hier een van zijn weinige korven. William Hunter kan zich dan even vrijmaken van Curry, een haak, en Houtalen kan de schade beperken. Mark de Hennef is niet in zijn dagje. Hij gaat hier weg voor een driepunter, scoort ook en Breine komt 7 punten voor. In de verdediging van Breine wordt hard verdedigd op Jerome Baptiste. Maar hij komt hier toch aan zijn 19e punt en de Limburgers geloven er weer in. Breine komt dan via Mark de Hennef toch weer aan 9 punten voorsprong bij de rust, 41-52. Breine trekt de lijn door in de tweede helft. Al blijven enkele spelers flink onder de maat. Tony Marion is er één van. En dan het echte hout halen de Giant Killer als het thuis mag spelen. Een tip-in van Hunter. En dan gaat Jerome Baptiste weg voor zijn 30e punt. We rekenen mee met de omroeper. Nog 4 stuks, nog 4 punten dus. Heel even kan Jean-Jacques de Hennef de Limburgers nog afremmen. Maar 10 seconden voor het einde is het 88-88. Dazen voor William Hunter dan. Breine vergeet te verdedigen, vergeet de baseline. Het wordt 90-88. Houtalen wint, Breine verliest weer, zoals in de competitie.